Lieve kinderen, we zijn in een andere tijd beland. We moeten onder andere steeds onze handen wassen, 2 meter afstand houden en een mondkap opzetten. Ja, om eerlijk te zijn wil ik ook heel graag terug naar de oude tijd. De tijd waarin we elkaar gewoon een brasa konden geven en we geen mondkapjes hoefden te dragen. Dat kan nu even niet en dat heeft alles te maken met het coronavirus. Het virus zorgt voor een nieuwe ziekte, COVID-19 genoemd. We kennen deze nieuwe ziekte nog niet zo goed en daarom moeten we allemaal erg voorzichtig zijn. Het is belangrijk dat we in deze tijd extra goed op elkaar letten. We moeten ervoor zorgen dat we onszelf en iedereen om ons heen beschermen tegen het virus. En we moeten ook extra lief zijn tegen elkaar. Help een ander waar je kan, want samen komen wij door deze tijd. In dit prachtige videoboek dat speciaal voor jullie is gemaakt, wordt alles goed uitgelegd. Behalve dat ik met plezier heb geluisterd, heb ik ook weer veel geleerd. Het meeste wist ik al, net zoals jullie, maar het is fijn dat alles nog even op een rijtje wordt gezet. Veel luister- en leesplezier en hou je aan de afspraken, want als we deze ziekte onder controle willen krijgen, moeten we allemaal meehelpen. Jij dus ook. Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over coronavirus en COVID-19. Auteur Indra Hu. Inleiding. Op de aarde hebben wij nu te maken met een nieuwe soort of nieuw type virus, het coronavirus, en dit veroorzaakt de gevaarlijke ziekte COVID-19. Er werd in december 2019 melding gemaakt van een uitbraak van dit virustype in Wuhan, een stad in China. Ondertussen weten wij dat het virus zich razendsnel verspreidt, de ziekte COVID-19 een pandemie is, het heeft zich over de hele wereld verspreid, veel mensen eraan doodgaan, vooral mensen die al ziek zijn en senioren burgers, doktoren er nog geen medicijnen tegen hebben. Om besmetting met het coronavirus en de verspreiding ervan te voorkomen, je steeds je handen moet wassen, je moet houden aan 2 meter social distancing, afstand bewaren, je neus- en mondbedekking moet dragen als je anderen ontmoet om jezelf en hen te beschermen, je ervoor moet zorgen dat de ruimtes waarin jij je met anderen bevindt goed gelucht zijn, dus doe de ramen open. Virus. Een virus is een ziektekiem, een heel klein dingetje dat je niet met het blote oog kunt zien. Het kan je erg ziek maken als het in je lichaam komt. Bepaalde virussen kunnen nog lang buiten het lichaam leven, op de grond, op voorwerpen, op de huid van mens en dier, op de verpakking van spullen, in de lucht en zo voort. Verspreiding. Verspreiding komt van het woord verspreiden en dat betekent overal rondbrengen. Een virus komt je lichaam binnen doordat je contact hebt met anderen of met voorwerpen die besmet zijn. Zo vindt verspreiding plaats en kan een virus ook via anderen op jouw lichaam terechtkomen en jou besmetten. Besmetting. Besmetting komt van het woord besmetten en dit betekent een ziekte overbrengen. Door zo min mogelijk contact te hebben met anderen of met voorwerpen die besmet zijn, kun je dus besmetting voorkomen. Hoe kun je besmet raken met een virus? Voorbeeld: iemand heeft griep. Hij is besmet met een griepvirus. Hoe kun je dat griepvirus ook krijgen? Als hij vlak bij je gezicht hoest. Als je hem de hand schudt waarin hij net geniest heeft of waarmee je net snot van zijn neus heeft geveegd en je dan met jouw hand, zonder die te wassen of te desinfecteren, in je gezicht gaat wrijven. Oog, neus, mond.
Als je hem op de mond, wangen of ergens anders in het gezicht zoent. Als je voorwerpen aanraakt waarop het virus is terechtgekomen. Deurknoppen, kranen, tafelbladen, speelgoed enzovoort. Je raakt pas besmet met het coronavirus als een besmette persoon het op jou overdraagt of als jij besmette voorwerpen aanraakt en het virus op jezelf overbrengt. Coronavirus COVID-19 is op dit moment wereldvijand nummer 1 en intussen is het ook Suriname binnengekomen. COVID-19 is de ziekte zelf en het geheel aan ziekteverschijnselen die je hebt, zoals keelpijn, koorts, hoesten, moeheid en kortademigheid. Je bent dus erg ziek. COVID-19 is vreselijk besmettelijk en erg gevaarlijk en gaat zo snel de wereld rond dat landen veel strenge maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Welke verschijnselen zie je als je besmet bent met het coronavirus? Je hebt keelpijn, je hebt koorts, je moet hoesten, je voelt je moe, je bent kortademig, je kunt moeilijk ademen. Let op, niet een ieder die hoest of snotterig is of keelpijn heeft, is besmet met het coronavirus. Wij moeten toch voor alle zekerheid liever afstand houden van de persoon die deze verschijnselen vertoont, omdat je niet kunt zien of de persoon besmet is met een gewoon griepvirus of met het nieuwe coronavirus, dat zich erg snel kan verspreiden en omdat je dan de ziekte COVID-19 kunt krijgen. Let op, besmette mensen met het coronavirus kunnen weinig of zelfs helemaal geen klachten hebben, maar zij kunnen anderen toch besmetten. Social distancing, afstand bewaren. Het houden van een bepaalde afstand van elkaar en elkaar vooral niet in het gezicht of aan de handen aanraken, heet sociale afstand houden of social distancing. Dit is erg belangrijk om besmetting met het coronavirus te voorkomen en dus de ziekte COVID-19 niet op te lopen. Jij moet ervoor zorgen dat jij deze ziekte niet krijgt. Jouw immuunsysteem, weerstand moet sterk zijn. Want stel dat je ook ziek wordt, dan kun je de strijd met COVID-19 beter aan en het overwinnen. Het immuunsysteem is het verdedigingsapparaat van je lichaam dat jou beschermt tegen ziektekiemen, zoals virussen en bacteriën die je ziek kunnen maken. Dit noem je ook wel je weerstand. Als jouw weerstand is verminderd, dan kunnen al die virussen en bacteriën, dus de vijanden van buiten die jouw lichaam binnenkomen, jou erg ziek maken. Als je sterk en gezond bent, kan je lichaam beter vechten tegen deze binnenkomende vijanden en je kunt snel herstellen, beter worden. Het coronavirus is erg gemeen, want juist mensen die ziek zijn en een zwakke weerstand hebben, kunnen er nog zieker van worden en zelfs doodgaan. Denk aan onze seniorenburgers, bijvoorbeeld je oma en je opa, maar ook jonge mensen kunnen erg ziek worden door het coronavirus. Je moet gezond zijn, je moet je weerstand dus aansterken door veel fruit en groenten te eten, genoeg te drinken, extra vitamines in te nemen, fit te zijn, gymmen, goed uit te rusten. Je maakt hierdoor de verdedigers van je lichaam nog sterker, zodat ze vijandelijke indringers te lijf kunnen gaan en die overwinnen, waardoor je sneller geneest, bijvoorbeeld als het coronavirus je lichaam aanvalt, binnenkomt. Quarantaine. Stel dat je in aanraking bent gekomen met iemand die COVID-19 heeft. Je bent niet ziek, maar zou misschien wel ziek kunnen worden. Wat gaat er gebeuren?
De dokter plaatst je dan in quarantaine. En dat wil zeggen, hij gaat je voor een bepaalde tijd isoleren, apart zetten of afzonderen van mensen om te voorkomen dat je anderen zou kunnen besmetten als je positief wordt getest. Of je gaat in zelfquarantaine. Je gaat uit jezelf niet uit huis en probeert ook thuis zo min mogelijk direct contact te hebben met je huisgenoten, totdat het zeker is dat je niet positief bent. De tijd dat je in quarantaine gaat blijven is ongeveer 2 weken, 14 dagen. Want binnen deze 14 dagen zie je of iemand verschijnselen heeft van de ziekte COVID-19. Coronavirus positief. Je bent in quarantaine. Je weet zeker dat je contact hebt gehad met iemand die COVID-19 heeft, of je vermoedt dat je met een besmette persoon in contact bent geweest en je wordt ziek. Je ziet de volgende verschijnselen, symptomen: keelpijn, koorts, hoesten, moeheid, kortademigheid. Dan doet de dokter voor alle zekerheid een test. Hij neemt met een wattenstokje wat neus- en keelslijm af en laat dat onderzoeken. Als na onderzoek blijkt dat het virus in je lichaam aanwezig is, je bent dus positief getest, dan heb je de ziekte COVID-19. Als jij nu de ziekte COVID-19 hebt, zal de dokter jou een masker geven en je onmiddellijk verplichten om afstand te houden van iedereen, ook van je huisgenoten. Je wordt opgenomen in het ziekenhuis. De dokter gaat je afzonderen, isoleren van andere mensen om te voorkomen dat jij anderen besmet die dan weer anderen kunnen besmetten enzovoort. Meteen worden mensen met wie je eerder van dichtbij in contact bent geweest opgespoord en die gaan dan in quarantaine. Want zoals eerder verteld is COVID-19 erg besmettelijk. Genezen. Als je genezen bent, kun je geen mensen meer besmetten. Je wordt weer getest om er zeker van te zijn dat je niet positief, maar negatief bent. Zeg maar virusvrij. Nu kun je weer gezellig met iedereen samen zijn. COVID-19 in Suriname. Op 13 maart 2020 werd in Suriname de eerste persoon positief getest op de ziekte COVID-19. Wij weten dat deze persoon de ziekte vanuit het buitenland had meegenomen naar ons land. Onze overheid heeft onmiddellijk maatregelen getroffen. De zieke werd in het ziekenhuis opgenomen en mensen met wie de persoon in contact was gekomen werden opgespoord en moesten in quarantaine. Er werd een lockdown aangekondigd. Er mochten geen grote groepen mensen bijeen zijn. Men werd verplicht om zich te houden aan 2 meter social distancing. Men moest vooral steeds de handen wassen of desinfecteren om besmetting met het coronavirus en de verspreiding ervan te voorkomen. Nu is men ook verplicht om een neus- en mondbedekking te dragen als men de 2 meter sociale afstand niet kan bewaren. Vanaf 31 mei geldt voor Suriname COVID-19 code rood, omdat men niet weet waar de bron is van de besmetting binnen de gemeenschap. Lockdown. Een lockdown kan zijn gedeeltelijk of partieel. Bijvoorbeeld, geen bijeenkomsten, geen school, geen feestjes, geen shows, geen kerkdiensten, grenzen gesloten enzovoort. Of, algeheel of totaal. Je mag helemaal niet op straat zijn. Je moet thuis blijven. Maak je geen zorgen dat je geen voedsel, eten en drinken mag kopen of zult hebben, want daarvoor zal de overheid ook maatregelen treffen. De overheid kan ook een avondklok instellen en dat wil zeggen
dat je in de avond na een bepaald uur tot de volgende ochtend niet meer uit huis mag gaan. Je bent dus verplicht om thuis te blijven. Alleen mensen met een speciaal pasje mogen tijdens een totale lockdown of avondklok op straat zijn. De overheid voert deze maatregelen in om zo min mogelijk mensen dicht bij elkaar te hebben en om de besmetting met het coronavirus en de verspreiding ervan te voorkomen. Wat moet je doen om COVID-19 te voorkomen? Je handen regelmatig tenminste 20 seconden wassen. Niet zomaar alles en iedereen aanraken. Je handen desinfecteren met alcohol of andere ontsmettingsmiddelen, maar gewoon met water en zeep is al goed. Geen handen schudden, geen brasa's geven, geen kusjes geven. Niezen of hoesten in je elleboog of een tissue. En deze gelijk weggooien in een prullenbak. Daarna je handen wassen, ontsmetten. Wegblijven van grote groepen mensen. En als je toch mensen ontmoet waarbij je de 2 meter sociale afstand niet kunt bewaren, draag dan neus- en mondbedekking. Als je weer thuis bent, doe dan je neus- en mondbedekking af. Maar raak de buitenzijde ervan niet aan. Ga daarna ook weer direct je handen met water en zeep wassen of met alcohol of een ander ontsmettingsmiddel desinfecteren. Reinig ook meteen alles wat je intussen hebt aangeraakt: deurknoppen, kranen, tafelbladen en zo voort. Let op! Gooi een wegwerpbedekking meteen in de ton. En heb je een neus- en mondbedekking van stof, welke je weer kunt gebruiken? Was die dan apart met heet water en zeep om die bacterie- en virusvrij te maken. Ga niet zomaar op straat. Blijf thuis. Wees een held, een hero voor ouderen en mensen die een zwak immuunsysteem hebben. Houd je aan de voorzorgsmaatregelen. Help besmetting en verspreiding tegengaan. Bescherm jezelf en je geliefden. Samen komen wij er zeker uit.